Dit college wordt gegeven naar aanleiding van de voorbereiding voor de farmacotherapie eindtoets en gaat over het recept en ook over verkeersdeelname. In het recept zijn de belangrijkste onderdelen staan hier. Het betreft de stofnaam die je wil voorschrijven en de sterkte. Vervolgens schrijf je regel 2 de toedieningsvorm en ook het aantal hoeveelheden die je wil voorschrijven. En in regel 3 schrijf je de wijze van gebruik. Natuurlijk is ook erg belangrijk dat je duidelijk maakt wie je bent, wie het voorschrijft. Dat is vooral makkelijk voor de apotheker dat hij kan bellen of contact zoeken als er dingen onduidelijk zijn. En daarom is het ook erg belangrijk dat er een telefoonnummer bij staat. De datum is belangrijk en ook de plaats, de paraaf of handtekening, zodat duidelijk is dat jij hebt voorgeschreven. En natuurlijk moet het ook duidelijk zijn voor wie het is voorgeschreven. Dus de patiënt moet heel goed identificeerbaar zijn met adres, geboortedatum en geslacht. Regel 1 schrijven we dus het middel op stofnaam en de sterkte. En dan kan je kiezen voor een verdeelde of onverdeelde toedieningsvorm. Verdeeld, dan heeft de apotheek of fabriek het medicijn al in kant-en-klare eenheden bereid. Meestal gaat het om tabletten of capsules. Onverdeeld moet de patiënt zelf zijn dosis nog bereiken. Dat betreft bereiden, dat betreft drank, zalf of oogdruppels. In regel 1 geef je dus aan wat de sterkte is van de stof die je wil voorschrijven. Bijvoorbeeld de massa in milligrammen, waarbij je moet proberen decimalen te vermijden. Onverdeeld geef je de concentratie aan die de stof moet hebben in het product wat je wil afgeleverd hebben. Bijvoorbeeld in milligram per milliliter of eventueel in procenten. Dan gaat het meestal om gramprocenten, dus hoeveel gram per 100 gram stof per 100 gram product wat je wil laten afleveren. In regel 2 beschrijf je dan de precieze toedieningsvorm. Het gaat bijvoorbeeld om capsules, tabletten of suppositoria. En bij verdeeld volgt dan meestal de uitdrukking DTD, talus, dosis. We houden van potjes Latijn. Geef van een zodanige hoeveelheid en dan moet je aangeven hoeveel van dat product gegeven moet worden. Dus als voorbeeld staat hier talus dosis nummer 15, dus geef capsules, die stof, die hoeveelheid, capsules van die hoeveelheden en dan geef je het aantal wat afgeleverd moet worden, in dit geval 15. Onverdeeld gebruiken we de term ad tot aan en dat wil zeggen dat er hoeveel er van een bepaalde drank of van bijvoorbeeld een oogdruppel moet afgeleverd worden, bijvoorbeeld 100 milliliter. Ad 100 milliliter. Vervolgens schrijf je in regel 3 een tekst die de apotheek op het etiket moet zetten en die zal het in begrijpelijk Nederlands doen, zodat het voor de patiënt duidelijk is hoe die dat gebruiken moet. Bijvoorbeeld juist wel of juist niet met de maaltijd. U mag dat in het Latijn doen, de apotheker zal het voor u vertalen, maar het is makkelijkst om het gewoon in het Nederlands te doen. De term gebruik bekend mag eigenlijk niet en ook niet UC, usus cognitus mag eigenlijk niet. Moet u niet doen, u moet gewoon opschrijven hoe die patiënt dat moet gebruiken. En dan kunt u bijvoorbeeld opgeven dat het 2 keer daags gegeven moet worden. En daar gebruik ik ook wel de uitdrukking DD'en van of BDD, biesDD is per dag of 2 maal per dag. Ik heb die manier aangegeven. Maar u kunt er ook voor kiezen om 2 maal daags te schrijven, dan is het voor iedereen ook duidelijk. U kunt er extra dingen bij zetten, bijvoorbeeld dat iemand de kuur moet afmaken of dat hij geen voertuig zou moeten besturen, daar kom ik straks nog op terug. De apotheek zal een geel stickertje afgeven als de rijvaardigheid wordt beïnvloed, ook daar kom ik nog even op terug. En bij niet-orale medicatie is het van belang om de juiste toedieningsweg aan te geven, bijvoorbeeld rectaal als u suppositoria voorschrijft. U komt dan uit op een dergelijk recept. U ziet hier naam en telefoonnummer van de voorschrijver, de plaats en datum waarin het voorgeschreven is, het product en de sterkte en vervolgens dat het om tabletten gaat waarbij er 15 afgeleverd moeten worden. 1 keer daags 1 tablet, antenoctum voor de nacht in te nemen. Maar hij had er ook voor kunnen kiezen om hier voor de nacht te schrijven. En dient een paraaf gezet te worden en het moet duidelijk zijn om welke patiënt het gaat. Waarom schrijven we nu zo graag op stofnaam voor? Dat is de generieke naam. Nou, u ziet al, het van belang is dat het dan internationaal steeds dezelfde gebruikt wordt. De apotheek kan ervoor kiezen om de goedkoopste varianten op te zoeken. Het gaat om de werkzame stof en het geneesmiddel is direct herkenbaar. En dat is dus belangrijk, want het is mogelijk dat atenolol door meerdere fabrikanten op de markt gemaakt is, dat er meerdere namen voor zijn. En als u atenolol opschrijft, dan weet de apotheek ook precies welk product u afgeleverd wil hebben. Dus in principe schrijven we op generieke stofnaam voor. U snapt natuurlijk wel, er is ook een chemische naam, die is erg onduidelijk en onhandig. En ook de codenaam die de apothekers gehanteerd wordt, gebruiken we niet. Maar liever niet op merknaam, maar op stofnaam voorschrijven. Om deze reden. Dus, u moet niet nebulet voorschrijven, maar nebivolo. Dan is het heel helder welk geneesmiddel u wil dat die patiënt krijgt. Bijzondere recepten zijn opiatenrecepten. En er is een opiumwet in het leven geroepen die tot doel heeft het gebruik van opium en andere verdovende middelen te beperken. En dat betreft in lijst 1 en in lijst 2. En op lijst 1 zijn eigenlijk alle opiaten en afgeleide stoffen, zoals morfine, heroïne, de amfetamines, LSD, hallucinogene stoffen en ook de sterke slaapmiddelen. Bij lijst 2 zijn andere producten die wat minder krachtig werken, wat minder verslavend zijn, staan erop. Maar voor het voorschrijven van geneesmiddelen is met name die lijst 1 producten zijn erg belangrijk. Tramadol en ook codeïne vallen niet onder deze opiumwet, dus maar de andere opiaten en ook amfetamines moeten volgens een speciaal recept voorgeschreven worden. Wat is er nou zo speciaal bij dat recept? De sterkte moet helemaal uitgeschreven worden in letters. Het idee daarachter is dat als iemand verslaafd zou zijn, dat hij in de verleiding zou kunnen komen om een nulletje achter uw sterkte te zetten, zodat hij veel sterker product krijgt. Hetzelfde geldt voor het aantal pillen wat afgeleverd moet worden. Uitschrijven in letters. De maximale dagdosis moet u toevoegen of wat de patiënt moet gebruiken. U moet uw hele handtekening zetten en een paragraaf is nu niet voldoende. Ik zou overigens aanraden om altijd met handtekeningen te werken. En het aantal herhalingen wat afgeleverd moet worden moet ook in letters uitgeschreven worden. U ziet het al, voorkomen moet worden dat een verslaafde via dit recept veel meer toegeleverd zou kunnen worden. En dat ziet er dan als volgt uit. Morfine a 10 milligram. Tablet, getaarpreparaat, datale dosis nummer 14, helemaal uitgeschreven. En deze patiënt moet elke 12 uur 1 tablet, maximaal 4 per dag. U ziet dat dit niet met letters uitgeschreven moet worden. Het moet duidelijk zijn de sterkte en hoeveelheid die afgeleverd worden. En hoe dat toegediend moet worden, hoeft niet als zodanig uitgeschreven te worden. Helemaal als letters uitgeschreven worden. Het mag 2 maal herhaald worden en daarna niet meer. En dan komt een gehele handtekening op. Wat betreft verkeersdeelname onder medicatie ziet de wetgever 3 categorieën. Categorie 1 is veilig, categorie 2 heeft een lichtmatig negatieve invloed en de wetgever gaat dan vanuit dat de invloed die je hebt van zo'n medicament vergelijkbaar is met 0,5 tot 0,8 promil. Wat wel interessant is als je bedenkt dat je boven 0,6 niet mag rijden, maar zo is het gedefinieerd. Categorie 3 zijn ernstig potentieel gevaarlijke stoffen en dat is dan equivalent met een promillage, alcoholpromillage van meer dan 0,8 promil. En voor die categorie 3 zijn voorbeeldstoffen benzodiazepines, opiaten, tramadol hoort daar dan weer bij. Sommige antihistaminica, want sommige zijn niet versuffend, maar clemastine, tavergil, wat nog als in acute situaties gebruikt wordt, is versuffend. Tricyclische antidepressiva en sommige antipsychotica vallen onder deze categorie 3. De rol van de arts in de WGBO is dat u die patiënt duidelijk moet inlichten over de voorgestelde behandeling, inclusief de verwachte gevolgen en risico's. Dus daar valt ook het invloed op reactievermogen. U zal uw patiënt moeten waarschuwen dat een geneesmiddel het reactievermogen kan beïnvloeden of beïnvloedt. Die patiënt is vervolgens strafbaar als hij rijdt, terwijl hij kan weten dat een geneesmiddel zijn rijvaardigheid zou verminderen. En dat betekent dus dat er consequenties zijn als een dergelijke patiënt een ongeluk maakt. Bij die categorie 3 middelen mag een patiënt pas weer rijden als het geneesmiddel al vrij lang gestopt is of als de bijwerkingen enige tijd minder zijn geworden. En dit scheelt per middel, dat is onhandig en u kunt dat vinden op deze website. Voor morfine geldt bijvoorbeeld, als je dat langer gebruikt, dat je eraan gaat wennen En dat de wetgever zegt dat, dat als die bijwerkingen minder zijn na een tijdje gebruik, dat je dan weer wel mee mag rijden. Dat geldt voor benzodiazepines niet, vreemd genoeg, terwijl die dan ook wel tolerantie kennen. Dus om dat goed te weten zal je deze website moeten raadplegen. Overigens zal de apotheek ook de patiënt van deze informatie voorzien. Voor categorie 2 producten geldt dat de patiënt in het begin van de behandeling daar niet mee mag rijden. De apotheker zal bij die patiënten van categorie 2 en 3 een gele sticker plakken op het potje, zodat duidelijk is dat het geneesmiddel het reactievermogen vermindert. En bespreekt de rijveiligheid met de patiënt. En dat is per middel gedefinieerd. En kunt u ook vinden op die site die ik op een eerdere dia liet zien. De apothekers hebben dat ook in hun systemen. Staat duidelijk in hun systemen beschreven. Dat was het.